Het valt je misschien niet vaak op, maar wist je dat een heleboel Nederlanders moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en of digitalisering? Deze mensen hebben verminderde basisvaardigheden. En wat is hierbij nou precies het probleem? In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen verminderde basisvaardigheden. In Eindhoven heeft 7% van de inwoners verminderde basisvaardigheden. 2,5 miljoen mensen. Dat is misschien meer dan je had gedacht. En dat kan ook wel kloppen, want er is wat met deze doelgroep aan de hand. Deze mensen zijn namelijk vaak onzichtbaar in onze samenleving. Ze zijn er wel, maar je kunt ze vaak moeilijk herkennen. Bovendien worden ze niet altijd graag als digibeet of laaggeletterd gezien. En daardoor willen ze dus eigenlijk ook helemaal niet altijd gevonden worden. Er komt bij verminderde basisvaardigheden vaak schaamte en onzekerheid kijken. Wanneer mensen een probleem ervaren dat een gevolg is van verminderde basisvaardigheden, vragen zij vaak enkel hulp aan een bekende, een vertrouweling in de buurt of een familielid bijvoorbeeld. Dit kan tot knelpunten leiden. Zo kan het ervoor zorgen dat mensen maar weinig privacy hebben. En ook is er niet altijd iemand in de buurt om te helpen. De samenleving verwacht tegelijkertijd steeds meer zelfredzaamheid van haar inwoners. Dit vergroot de stress en de druk voor hen enorm. En dat terwijl de juiste hulp in de realiteit vaak erg lastig te vinden blijkt te zijn. Verminderde basisvaardigheden vormen dus een complex vraagstuk. Bij Eindhoven Engine beschouwen wij dit dan ook als een wicked problem. Dat is een probleem zonder een voor de hand liggende oplossing. Er zijn veel belanghebbenden met allemaal conflicterende waarden. Hierdoor kan er ook niet één oplossing zijn, want iedereen heeft verschillende prioriteiten. Dit zorgt voor een complex systeem waarbij problemen op een andere manier moeten worden aangepakt. De complexiteit is ook te zien in onze ecosysteemkaart. Onze visie is: iedereen heeft het recht om autonoom en betrokken te zijn in deze complexe samenleving. Momenteel is dit helaas niet zo. Wij pakken dit wicked problem aan door de brug te bouwen naar een inclusieve maatschappij. Onze missie is het verkennen en ontwikkelen van mogelijkheden om zo maatschappelijke impact te creëren. Wij zien Eindhoven Engine daarbij als katalysator in dit web van uitdagingen. Dit houdt in, wij vergroten het bewustzijn over het wicked problem en gezamenlijk versnellen wij de actie. Dit doen we door actief samen te werken met het ecosysteem. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat co-creatie tot een beter begrip van het probleem leidt. Wij maken impact binnen 6 domeinen. Financiën, gezondheid, werk en activiteiten, sociale relaties, wonen en zingeving. Hierdoor kunnen we binnen het leven van mensen met verminderde basisvaardigheden tot passende oplossingen komen. Daarbij houden wij van het probleem en deze staat dan ook centraal in ons designproces. Wij ontwikkelen interventies die een positieve bijdrage aan de samenleving leveren. Dit doen wij met een vernieuwende en empathische aanpak. Onze onderzoeken, co-creaties en acties voeren wij namelijk uit samen met de doelgroep. Aangezien een wicked problem nooit één oplossing kan hebben, onderzoeken wij vanuit verschillende perspectieven. Dit zorgt ervoor dat het probleem vanuit zoveel mogelijk verschillende kanten wordt aangepakt. En dit is ook goed terug te zien in ons team. Wij werken samen aan zowel korte als lange termijn projecten. Ook is ons team dynamisch en divers. Zo bestaat het uit experts, studenten en ervaringsdeskundigen. En met zo'n divers team kunnen we dus op veel verschillende manieren naar het wicked problem kijken. Dus, wou jij met ons mee naar een inclusieve samenleving?